In Handelingen 17 vinden we Paulus op zijn tweede zendingsreis. Hij en enkele van de broeders vertrokken uit Thessalonica, gingen door Berea en kwamen aan in Athene, op de vlucht voor een grote vervolging. In Athene kwamen ze een stad tegen die aan afgoderij was gewijd. Om deze reden werd Paulus in een debat geleid in de plaats Areopagus. Vanaf vers 22 lezen we: En Paulus voor de Areopagus staande zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. Om de waarheid van het evangelie te brengen, vertrok Paulus van het bekende naar het onbekende. Hij gebruikte een beroemd verhaal onder de Atheners om vervolgens te presenteren wat ze niet wisten. Het verhaal van de onbekende god gebeurde in het jaar 600 voor Christus, toen een dodelijke plaag op Athene viel. Duizenden stierven en de opofferingen voor vele Griekse goden waren nutteloos. Ze geloofden dat sommige godheden woedend waren, maar ze wisten niet welke, omdat ze honderden goden aanbaden. Ze hadden geen keus en stuurden een schip naar Knossos op het eiland Kreta om een man genaamd Epimenides te halen. Toen hij in de stad aankwam, vroeg Epimenides dat er een nieuw altaar zou worden gebouwd, maar hij kende de naam van de god niet. Na het offer hield de plaag op en besloten de Atheners om op het altaar het woord Agnosto Theo te graveren, wat tot een onbekende god betekent. Als dankbaarheid aan de god die zij niet kenden, maar die hun leven redden. Weet je, in de eeuwigheid zullen velen ontdekken dat ze gered zijn door een god die ze niet kenden. God is niet beperkt tot een religie. Hij werkt op plaatsen waar geen zendelingen opgestaan zijn. Daarom geloof ik dat velen de naam van de heiland God alleen zullen horen als ze voor hem staan in het nieuwe koninkrijk van Christus.